Nou, dat was wat, hè, die Watson. Zijn gezinsleven liep niet zo heel mooi af. En misschien denk je daardoor wel, die behavioristische methode is dus eigenlijk helemaal niks. Nou, wat vooral niks was, was als je het zo strikt gaat toepassen op het opvoeden van je kinderen. Dan gaat het dus blijkbaar mis, zeker als er een bepaalde genetische aanleg is. Maar heel veel van de principes uit die behavioristische tijd gelden nog steeds. En gebruiken we ook nog steeds. Dus het ligt er een beetje aan hoe je het toepast. Maar even uitgangspunten van dat behaviorisme. Hier staat het ook in beeld. De mens is een tabula rasa, een onbeschreven blad, een leeg kleiblad. Zij zijn dus heel duidelijk mee met Aristoteles. En ze zeggen, nou, lichaam en geest is één. En niks te nature. Je wordt niet geboren met van alles al in je. Alles, maar dan ook alles, wordt door nature bepaald. Door nurture bepaald. Alles door opvoeding. En alles is aan te leren. Aan te leren volgens de behavioristische principes, zeiden ze. Dus zij kijken niet naar de binnenkant. Zij zeggen, dat is super subjectief. Want weten wij veel of dat de waarheid is. Kun je niet achterhalen, zeggen ze. We kijken alleen naar de buitenkant. Het waarneembare gedrag, dat is objectief. Dat is waar we naar gaan kijken. En dat doen we op sommige aspecten nog steeds. Hè? Als wij testen, interfaces testen, websites testen of maar niet uit wat. Dan gaan we mensen niet zo heel snel vragen. Wat zou je doen? Wat wil je doen? Enzovoort. We willen vooral kijken wat ze doen. Dus we gaan hun klikgedrag gaan we bekijken. Niet bevragen. Behavioristisch principe. Dus dat zien we nog steeds terugkomen. Goed, wat zeiden die behavioristen ook? Gedrag is het resultaat van conditioneren en de omgeving vormt gedrag door specifieke gedragingen te versterken. Dus we krijgen een respons en op basis van die respons geven wij dan een bekrachtiging, beloning of we nemen negatieve prikkel weg. Of als het ongewenst gedrag is, dan gaan we straffen of iets positiefs wegnemen. Dat is wat we daarvan doen. En ook dat, hè, doen we op heel veel plekken nog steeds. Dat zullen we ook later zien in thema 4. Ja, thema 4. Als we het gaan hebben over conditioneren. Ik weet niet, als je huisdieren hebt. Het opvoeden van een hond bijvoorbeeld. Doen we volgens dit principe. We willen een bepaald gedrag zien. Als hij het gedrag laat zien, geven we een koekje of een klikje of whatever. Dat is dit uitgangspunt. Goed. Op een gegeven moment liepen die behavioristen vast, want je kunt niet ieder gedrag, je kunt niet alles aanleren door alleen dit te doen. Te belonen als je het wenselijk gedrag ziet. Zij probeerden dat wel. Hè. Zij zeiden wel, waar ze uiteindelijk op vastliepen was het aanleren van taal. Taal aanleren met beloningen en straffen. Ze hebben dat wel geprobeerd. Ze zeiden, waren er ook van overtuigd. Ze zeiden, ja, ook taal wordt op deze manier aangeleerd. Hè, want... dat zie je als er babytjes die maken geluidjes. En als het dan een geluidje is dat lijkt op wat we willen, dan krijgen we daar een respons op. Dan geven we daar een bekrachtiging op. Hè? Want als papa bij de baby staat en de baby zegt, dan zegt hij, ja, hij zei papa. En die blijde reactie, dat is dan de beloning, zeggen de behavioristen. En daarom gaan ze dan steeds die klankjes meer vormen richting wat wij willen. Nou, zo werkt het natuurlijk niet. Want er gebeurt ook binnen van alles. Wij horen ook hoe iemand anders klinkt. Probeer dat na te doen bijvoorbeeld. Wij kunnen onszelf bijsturen, corrigeren. Daar hebben we die buitenwereld niet steeds voor nodig. Want wij horen ook, hè, als ik zeg en ik hoor papa zeggen. Dan hoor ik ook dat nog niet hetzelfde is. Dus ook in mijn hoofd gebeurt van alles wat. Dus daar liep het op vast. En met deze theorie, met dit paradigma. Kon niet meer alles verklaard worden, dus kregen we een paradigm shift. En kwamen we in een ander paradigma terecht, namelijk het cognitivisme. Cognitivisten kijken naar binnen. Kijken echt naar de binnenkant. Die black box die wordt geopend en zij beschouwen de mens als een informatieverwerkend systeem. Volgens die benaderingen, een mentaal proces kan worden vergeleken met de operaties van een computer. Zij deden dat echt heel computergericht. Zullen we ook nog gaan zien.
Dus dat waren de twee paradigma's in die psychologie. Behavioristen kijken alleen naar de buitenkant. Cognitivisten kijken ook naar de binnenkant. Ondertussen zijn er veel meer stromingen, deelgebieden binnen de psychologie. Hier zie je er een aantal. Hè. De biologische psychologie die kijkt ook naar de biologische, de lichamelijke aspecten die gedrag vormen. Persoonlijkheidspsychologie kijkt naar welke persoonlijkheidskenmerken hebben mensen en hoe beïnvloedt dat hun gedrag. De cognitieve psychologie kijkt naar waarneming en verwerkingsprocessen. Dat is waar wij ons vooral mee bezig gaan houden. Ontwikkelingspsychologie, hoe komt dat zo? En de sociale psychologie, hoe gedragen mensen zich in relatie tot anderen? En hoe denken ze over anderen? Hoe opereren wij in groepen? Al dat soort dingen zitten in de sociale psychologie. Allemaal erop gericht om menselijk gedrag te begrijpen. Goed, zoals gezegd, wij gaan ons vooral op de cognitieve psychologie richten. En dit is een beetje de leidraad daarbinnen. We beginnen ook met het eerste thema, waarneming. Dat is thema 1, waar we ons mee bezig gaan houden. En aandacht en bewustzijn is thema 2. En ja, de rest zijn dus allemaal de processen die daar een rol in spelen. Dus we kijken vooral naar input. Wat komt erin? Wat nemen we waar? Wat doet dat binnen ons? En wat levert dat voor een output, voor een gedrag op? Ja, dat hebben we verdeeld in thema's. Misschien even goed om aan te duiden. In Moodle vind je ook de beoordelingsrubriek terug. Daar zie je deze onderdelen ook in terugkomen. Thema 1, waarneming. Hoe nemen wij waar? Wat nemen wij waar? En hoe kunnen we daar gebruik van maken? Dat uiten wij in dat wat we gestaltprincipes noemen. Daar hebben we het er kort over gezien, hè? In die pagina van startpagina. Je herkent kolommen in zo'n interface. Dat is een gestaltprincipe van nabijheid. Dat vormt dus één deel van de toetsing. Tweede deel, het visualiseren van data. Ook dat hebben we al gezien. Hè? Kleurtjes. Rood hoort bij rood, groen bij groen. Dat soort dingen. Dat zit in het thema aandacht. En ook dat, zie je terug in de rubriek, is een apart toetsonderdeel. En het derde toetsonderdeel, een groter deel, gaat over gedragsbeïnvloeding. Hoe kunnen we het gedrag van mensen positief beïnvloeden? Ook daar horen drie thema's bij. Conditioneren, wat we net bij die behavioristen gezien hebben. Motivatie is daar ook een aspect van. Thema 4 gaan we het hebben over framing en verleiding. Hoe kunnen we iets neerzetten, iets laten interpreteren in een bepaalde vorm die aanzet tot. En thema 5, welke andere overtuigingsprincipes kennen wij nog? Goed, die drie onderdelen gaan we dus ook terugzien in de whole task voor UB. In jouw prototype ga je gestaltprincipes toepassen, ga je data visualiseren volgens deze theorie en ga je gedrag positief beïnvloeden. Alright. Dit was het voor deze introductieserie, dus nog één keer kort. We hebben gezien wat UB is. Het is gestoeld op psychologie. We hebben gezien wat psychologie is. We weten ook waarom we psychologie moeten kennen als ontwerper. En we hebben kort twee belangrijke stromingen binnen de psychologie gezien. Goed, dan gaan we dadelijk in de volgende serie door met de echte inhoud en beginnen we met thema 1. Ik hoop dat je er ook een beetje zin in hebt en ik zie jou daar dan.